Dag vrienden van Sela, we hebben nieuws voor jullie. Zometeen nieuws over vriendenconcerten, maar eerst even iets anders waar we heel enthousiast over zijn. Zoals de meeste mensen weten, hebben wij afgelopen december afscheid genomen van Kinga. En wij wilden heel graag de ruimte nemen vanaf januari om te kijken hoe gaan we nou verder als band. En we zijn na de paastour zijn we gaan zitten als band. En het was wonderlijk en bijzonder dat wij eigenlijk allemaal hetzelfde erover dachten. En daar is uitgekomen dat we jullie vandaag voorstellen aan nieuwe zangeres van Sela. Dus kom met ons mee, we gaan naar binnen. Ze heeft ook iemand bij zich, omdat ze anders hier niet had kunnen zijn. Nou, we hebben Mirjam net horen zingen, maar zou je ook wat over jezelf kunnen vertellen? Ja, zeker. Ik ben Mirjam Kerkhoff, ben getrouwd met Job. Ik heb 2 kinderen. Rozemarijn, die zag je net, die is 5 weken, dus die hou ik nog lekker dicht bij me. Ik hou erg van zingen, had ik net al gezegd. Hè. Jullie kennen me misschien van Rijen, daar zong ik mee. En ik hou erg van God. En het is mooi om dat te combineren. Wauw, mooi. Ja. We hebben afgelopen Pasen hebben met meerdere zangeressen samen al gewerkt. En jij was een van die zangeressen. Mm-hmm. Wat was jouw idee en gedachte toen je voor het eerst met ons op het podium stond? Ja, vond ik heel bijzonder. Heel erg van genoten. Ook wel echt iets nieuws voor mij, dus ik vond het ook spannend. Maar ik merkte gelijk dat ik me heel erg thuis voelde bij jullie en in de zaal. En ik merkte ook echt een verbinding met de mensen en een eenheid. En ja, het was heel bijzonder. Vond ik heel gaaf. En we gaan natuurlijk nog veel meer met elkaar zingen en spelen. En dan ben jij compleet bandlid. Dan doen we het helemaal samen. Eerst van het programma is de vriendenconcerten in september. Als je vriend bent van Sela, dan krijg je daar informatie over. Wat zijn jouw verwachtingen daarvoor? Ja, ik heb gehoord dat het heel relaxed en ontspannen is. Dus ik hoop op mooi weer. Ik trek mijn slippers aan. En ik ga gewoon van genieten. Dus als je erbij wil zijn, wacht even de mail af of word vriend van Sela. En dan hoop je in september te zien. Doeg!